Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe Bullet Journal video. Iedere maand maak ik een video waarin ik laat zien hoe ik mijn Bullet Journal voor die maand indeel. En meestal doe ik dat een week voor de nieuwe maand begint. Dit keer ben ik iets later, sorry daarvoor, maar alsnog, hier is mijn Bullet Journal van april. En jongens, ik weet niet wat het is, maar er ging zoveel mis dit keer. Je ziet me al bezig met april en bloemetjes. Maar ik weet niet. Op een gegeven moment zul je het wel zien. Ik voelde het niet helemaal. Het wilde gewoon niet helemaal. Ik wist wel zeker dat ik iets met bloemetjes wilde doen. Deze suggestie had ik trouwens van jullie gekregen. Naar aanleiding van de maand maart die ik in mijn bullet journal had gemaakt. Die had ik in een soort planten/cactus thema gemaakt samen met Irina Tau. Dat is ook een hele leuke YouTuber. En die had ook dat thema gedaan. Dus we hadden allebei dat thema gedaan. En toen hadden jullie dus gezegd van, nou, misschien kun je de volgende maand in bloementhema doen. Dat leek me heel erg leuk. Ondertussen zie je me trouwens al mijn tweede poging wagen. Ik had de eerste poging gewaagd tot een beginpagina. En ik weet niet. Ik voelde hem niet helemaal. Ik vond hem niet helemaal leuk. En toen dacht ik, hey, als ik nu wat ga krassen en er dan een die-cut van hello overheen plak en zo. En dan allemaal zwart-witte bloemetjes. En dat mijn accentkleur een beetje dat lila-blauw wordt. Dan komt het vast wel goed. Maar ook dit keer voelde ik hem niet helemaal. En dat zul je zo meteen wel zien. Mede ook omdat ik echt een mega fout maakte in het maandoverzicht. Ik heb een hele handige stempel gekregen. En die is echt super handig voor je bullet journal. Want er staan ook stipjes in. Dus die passen ook precies op de stipjes in mijn bullet journal. Hier zie je de stempel al. Deze heb ik gekregen van Hobbyshop Online. Onwijs bedankt daarvoor. Echt heel tof. Alleen, ik had even niet goed gekeken toen ik de data ging invullen. Want ik ging de datum op de stipjes zetten. Maar je moet ze eigenlijk tussen de stipjes zetten. Dan komt het helemaal goed. En dan heb je ook altijd genoeg weken. Maar omdat ik ze op de stipjes zette, klopte het uiteindelijk niet. En liep ik uiteindelijk een aantal dagen achter. Dan is het nu tijd voor mijn echte spread van april. Hier ga ik echt aan de slag. En ik had bij Diana, van Diana Leeflang op YouTube, ook een hele toffe YouTuber, had ik gezien dat ze heel vaak gescheurde stukjes papier in haar bullet journal gebruikt. En ik zag deze bloemenprint in de flow. Het was eigenlijk een hele grote bladzijde met een bureautje, met bloemen aan de muur en een stoel en nog meer bloemen. En ik dacht, hey, die print vind ik heel leuk. Die ga ik gewoon gebruiken. Ik scheur hem uit en ik plak hem op. Leek me sowieso wel leuk om wat meer mixed media te doen in mijn bullet journal. En je kan er mooie fouten mee beplakken, zoals je hier ook ziet. Ik had this month geschreven. Toen dacht ik weer, nee, dit is niet mooi. Ik voel hem gewoon niet. Ik was echt heel ontevreden. En normaal gaat het best wel makkelijk. Ook met het thema van maart had ik zo gemaakt. Ik had heel veel inspiratie. Maar dit keer vond ik het echt heel erg lastig. De stiften die ik trouwens gebruik zijn Tombow pastelkleurige stiften. Deze heb ik ook gekregen van Hobbyshop Online. Omdat ik dus wat meer mixed media wilde doen, leek het me ook leuk om er weer wat stickers in te plakken. Deze Love Out Loud komt van een heel vrolijk stickervel van paperdistrict.com. Mocht je daar trouwens iets willen bestellen in de maand april, dan kun je de code ELISEVRIENDEN gebruiken en dan krijg je 10% korting op je gehele bestelling. Hier heb je die toffe stempel weer en zoals je ziet passen die puntjes dus precies op de puntjes van mijn Mus Bullet Journal. Ik weet dus in ieder geval dat ze op die van Mus passen. Ik weet niet hoe het zit met andere bullet journals, maar voor deze werkt die stempel in ieder geval heel erg fijn. Mijn twee grote doelen voor april zijn mijn DIY spullen ordenen en uitzoeken. Ik ben er al een heel stuk mee begonnen in maart, maar het moet nog even afgemaakt worden. En ook wil ik knallen met de kindervoorstellingen. Ik ben namelijk toneeljuf en ook regisseur en ik ben momenteel bezig met 3 kindervoorstellingen. Dat is best wel veel, gespeeld dus ook door kinderen die ik regisseer. En er moeten nog heel veel laatste loodjes en dingetjes voor geregeld worden. En eind van de maand gaan we knallen, dan hebben we de uitvoeringen en dat is even mijn main focuspunt deze maand.
konijn was een poster in de Flow, een hele oude Flow die ik nog had liggen. En ik vond hem zo leuk, ook omdat het begin april paas is, dacht ik, hey, die past er wel bij, die plak ik in mijn bullet journal. En ik heb daar mijn snail mail tracker van gemaakt. Zo meteen zie je dat ik er allemaal bloemetjes bij teken en elke keer als ik een snail mail heb gekregen of ga versturen, dan wil ik die aan het bloemetje koppelen. Dus op de stengel van het bloemetje schrijf ik dan bijvoorbeeld voor of van wie de snail mail is. En als hij dan bijvoorbeeld verstuurd is, dan kleur ik het bloemetje in. Ook vind ik het fijn om bij te houden hoeveel ik uitgeef in de maand en wat ik verdiend heb in de maand. En ik vind het heel erg fijn om een dankbaarheidspagina bij te houden voor de leuke dingen die dan gebeurd zijn in de maand. En dan is dit alweer mijn aprilsoverzicht. Ik heb dus die lila-blauwige kleur een beetje als hoofdkleur gebruikt. En ik wilde dus wat meer proberen met dingen echt in mijn bullet journal te plakken. En dat is op bijna elke pagina wel gelukt. Behalve eigenlijk op de laatste. Die zijn wat rustiger geworden. Daar heb ik één bloemetje geplakt. Zelf houd ik geen weken bij in mijn bullet journal. Want ik heb een aparte agenda ook. Omdat ik soms plannen moet maken voor ver in de toekomst. Dus dan is dat wat handiger voor mij. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien, om een kijkje te nemen in mijn bullet journal. En heb je nog leuke ideeën voor het thema voor volgende maand? Laat me dat dan weten in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!